Goeiedag iedereen. Nou, ga ik weer overnieuw beginnen. Tjongejonge, ik was bijna klaar met mijn gesprek. Ik was bijna klaar met mijn gesprek. Even voordat de livestream begint. Even in het kort. YouTube heeft weer wat nieuws. En dat is dat hij de livestreams niet meer tussen de upload zet. Dus je moet echt, als je op YouTube zit, moet je echt op... Bij video's moet je op livestreams drukken en dan pas zie je mijn livestream. Dat is natuurlijk super irritant, want niemand kan zien dat je dan live geweest bent. In ieder geval, je moet er meer moeite voor doen. Dat is dus het probleem. Ja, dat is gewoon een rot situatie. Inmiddels ben ik al 24 uur verder. En ja, het staat er nog niet op. Dus wat dat betreft ben ik daar echt helemaal klaar mee met dat gezeik met YouTube. Normaal, als je een livestream startte, dan ging je de livestream beginnen. Dan stopte het. Als je dan klaar was, bedoel ik, dan stopte je. Duurde het even een half uurtje of een uurtje. Legde het precies aan hoe lang het duurde. Dat de livestream begon. Hoe lang de livestream duurt. En dan kwam die gewoon tussen je uploads te staan. Dat was een stuk makkelijker, want dan kon iedereen zien van... Hey, hij is ook nog live geweest. Dus gewoon super irritant. En ik ben daar een beetje helemaal klaar mee met dat nieuwe gezeik van YouTube. Dus dan maar lekker via Twitch. Nou, dat was ook weer heel gedoe. Ik kwam niet ingelogd. Toen was ik wel ingelogd. En toen gaf hij een error aan. Nou, inmiddels gelukkig kon ik nog een andere optie kiezen om live te gaan. Dus via een Steam sleutel. Dus daar heb ik dat gedaan. Maar we gaan beginnen, jongens. We gaan beginnen. Laten we het spel op gaan starten. En laten we gaan beginnen. Hij is aan het opnemen. Ja, dat is die ook. Hij is ook aan het opnemen. Ja. We gaan hem opstarten, jongens. We gaan naar de Truckers MP. Ja, we zijn er. Oké, dan gaan we vanaf hier gaan we even kijken. Dan doen we altijd eventjes... pakken we even de wereldkaart, pakken we er even bij. En we zijn nu in Rotterdam. Ja, we kennen ook... Hey, Proset. Ja. Proset. Externe dingen, juist... Ja, wat zullen we doen? Ja, ik heb nou niet. Ik heb nou geen zin om nou weer potverdorie naar dingen te rijden, jongens. Laten we gewoon naar. Wat is dat? Zurich gaan. Ja, dat is wel. Dat levert ook gelijk 2300 op, hè? Dat is wel lekker, natuurlijk. Nou, laten we die maar gaan doen. Ja. Toppie. We gaan naar Zurich in het begin, Rob. We gaan naar. We gaan naar Zurich toe. We gaan naar Zurich toe. Je trailer is klaar. Gaat naar de waterplet? Nee. Oh ja, tuurlijk. Ik zit, ja. Dat heb ik een raar beeld, joh. Ik moet wel even mijn licht aanzetten, dat zou wel leuk zijn. Kijk, dan kan ik wat meer zien, hè. Oh, dit is de verkeerde. Heel eventjes zo doen. Nee, we staan nou verkeerd. Nee, rij je met dat ding. Even een paar drempeltjes, maar ja, dat moet even gebeuren. Nou, het is ook niet lekker vandaag, jongens. Zo. En dan moet ik als ik hier even mijn eerste vracht even ophalen. Maar het is ook alweer... Het is weer echt druk, hè, jongens. Kijk eens, er staat alweer een hele grote vrachtwagen. Ja, wat denk je? Wat denk je, koekenbakker? Wat denk je nou? Welke lading? Die. Oh, je krijgt zo'nzelfde trailer als jij. Gezellig.
even tegendraads even draaien. Tegendraad moet draaien. Dat is irritant is dat. Oh ja, ik kan ook een zwaailig aanzetten. Dat is inderdaad zo, Rob. Daar heb jij gelijk in natuurlijk, hè. Kijk. Ik kan even mijn zwaailicht aanzetten natuurlijk, hè. Misschien wel handig, hè. Mooi. Moet ik hier ergens weer uit, hè. Hier moet ik er weer uit. Toch niet. Jongens, ik word een beetje nachtblind volgens mij. Ik zie niet goed meer. Ik zie het niet goed meer, jongens. Ik zie het niet goed meer. Ben ik nou blind of ligt het aan mij? Ja, moet je opdonderen, grote vriend. Ik kan ook toeteren, hè. Oh, wacht even. Druk de verkeerde knop in. Wat ga je nou allemaal doen, joh? Koekenbakken. Ja, wat ga je nou doen? Maf Kees. Je zit hier de weg te blokkeren. Jij of ik? Wat een koekenbakker zeg. We lopen toeteren en terwijl hij de weg blokkeert. Dat doe ik niet, hij blokkeert de weg. Hij gaat de andere kant op. Ja, het is maar een klein zwaarlichtje hoor. Ja, later kan ik natuurlijk een grotere zwaarlicht erop zetten. Dan ga ik echt een grotere zwaarlamp erop zetten. Maar echt een heel klein minuscuul dingetje, zwaarlampje. Nee, hè? Ja, af en toe dan heb je wel eens met die medegasten. Dat is echt super irritant. Maar goed, maakt je heel erg veel uit. Ik denk dat ik daar een kom op, dus het is toch beter ergens. Blijf je baan verwisselen. Jongens, ik heb er echt weer zin in vandaag. Voilà,
zoveel mogelijk de meetjes draaien. Zo, schiet er eentje vlak langs me. Allee, we zijn in België, manneke. Ja, dat is echt irritant. Dat is echt irritant, ja. Wil ik eens één ding gaan checken, jongens, en dan zal ik dadelijk eens uitleggen waarom. Ik wil even één ding uitproberen. Ik wil ook tanken trouwens. Dan ga ik weer de schuin. Mooi, en dan gaan we eens de vervolg houden hier. Ja, beter het voorvalletje dan het nadeeltje, hè, Ramon? Ja, ja. Die auto's die langs je heen rijden. Ja, inderdaad, hè. Nou, hij is vol. Zo, we doen weer 1100 nog wat erin, hè. Hoppa. Nou ben ik benieuwd, hè jongens. Nou ben ik echt benieuwd.
nou eens gaat rusten. Lukt dat? Nee, dat doet hij dus gewoon niet. Aha. Oké, okay, dan weet ik dat. Het beeld even wat zacht, hè? Is het geluid trouwens goed te horen? Want ik heb een gevoel, ja, ik heb het geluid hard staan hier, hoor. Parkeerplaats. Oh, wacht even. Oh, wacht even. Een stukje achteruit. Eén. Uitrusten. Kijk. Oh, dat doet hij dus wel. Ja, maar het blijft donker. Zie je wel? Het blijft donker. Ik wil zeggen. Nee, normaal is het zo dat je uit kan rusten. En dan als je dan uitrust, dan is het beeld ja, als het dus als het 's avonds is, dan kan je gaan slapen. En dan rust je dus uit wat ik net deed. En dan wordt het verlicht. Maar dit is natuurlijk multiplayer. Dus ja, ik denk niet dat dan ineens het beeld. Ja, dat je dan ineens in daglicht. Dat het daglicht wordt. Ja, dat is natuurlijk multiplayer. Maar dat was dus inderdaad zo. Dat was dus niet zo. Dat was dus inderdaad niet zo, jongens. Ik ga veel te hard door die bocht heen. Hè. Ik stuur nu alleen maar bij zonder gas te geven. Ik ga veel te hard eigenlijk. Ik rijd 60 in een bocht. Dat is niet goed, hè. Dat is niet goed. Dat geeft problemen. Gas terug. Gas terug. Gas terug. Juist. Dus dat was ik eigenlijk van plan, hoe zit dat precies? Maar dat is dus zo. Nou, inmiddels nog ruim 500 kilometer. Dus ja, ach. We hebben wel voor hetere vuren gestaan als buschauffeur, wou ik zeggen. Als vrachtwagenchauffeur. Wij staan als vrachtwagenchauffeur wel voor hetere strijden. Dus 561 kilometer is voor ons peanuts. Kijk eens jongens hoe donker het is. Al die lichtjes, mooi hè. Fantastisch jongens. Echt fantastisch. Een wegafzetting. Een wegafzetting, jongens. Een wegafzetting. Wat een gekke er ook bij, hè? Fantastisch. Nou, we moeten dadelijk Luxemburg hebben. Wij moeten Luxemburg. Is dat weer een vrachtwagen ineens? Naar Zürich, hè, gaan we, hè? Naar Zürich. Klopt. Helemaal. Nou, we hebben net al uitgerust, hè. We gaan nou gewoon doorrijden.
van gaan rijden. Hele rare kronkelwegjes in, zie je. Ja, hier is het lekker rustig. Stilte voor de storm, laten we maar zeggen. Luxemburg, dus we moeten gewoon rechtdoor. Duisburg, Strasbourg en Metz. We zitten nu pas in de Frankrijk. Is nog wel te doen, hè, jongens. Is nog wel te doen. Paris, Paris. We moeten er dadelijk weer af. Hier nog niet. De volgende pas. Denk ik, of niet? Denk het niet. Ik denk dat we nog terug moeten hebben. Nou, blijkbaar komt er toch niks van, dus het is lekker rustig. Dan moeten we niet deze hebben, maar de volgende. Maar dan moeten we alvast deze baan pakken. Thank you.
hebben, Straatsburg en Mannheim. Nou, toch netjes gedaan. Keurig. Netjes gedaan hoor. Ik ben wel tevreden. Oh, ik zit niet op te letten. Zie je, dus ik met mijn dik te klooien en dan gaat het fout, hè. Hou hem recht, hou hem recht. Ja, dat is het irritante met het toetsenbord, hè. Maar goed, moeten we niet te vaak doen dat dus. Want dan gaat het wel mis, hè. Ja, dat is niet bevorderlijk. We zijn er natuurlijk voor om zoveel mogelijk schadevrij weg te brengen. Goed opletten, anders gaat het mis, hè. Anders gaat het helemaal mis, jongens. Gaat het helemaal mis. Dit is een irritante bocht, hè. Irritante bocht. Ik rij eigenlijk al de hele tijd met mijn grote licht al. Ja, ik denk toch dat niemand te lasten heeft, want ik heb bijna geen mensen tegen, joh, dus. Ik ben makkelijk met groot licht rijden, want er komt toch niemand. Ja, daar komt er eentje. Hier, even toetreden, even gedag zeggen. Eigenlijk heel even wat doen. Voorlopig is er even niemand. Heel even wachten, jongens. Ik moet heel even wat doen. Zo, daar ben ik weer, jongens, daar ben ik weer.
Ik moest heel even wat doen. Ik had nog een lekkere glas sinaasappelsap. Die heb ik eventjes in de koelkast gelegd. Daar heb ik dadelijk lekkere koude sinaasappelsap. Heerlijk. Koude sinaasappelsap is echt lekker. Ja, dat zie je inderdaad wel heel erg veel. Ja. Dat zie je inderdaad heel erg veel. Ja, lekker glas koude sinaasappelsap dadelijk. Heerlijk. Heerlijk. Hier denk ik weer tol betalen. Ik heb een beetje pijn in mijn knie. Ik heb ook net mijn knie gestoten, maar mijn knie is nou een beetje, ja. Ik probeer hem een beetje te bewegen en dan knakt en kraakt een beetje. €34. Ja, ga dan eventjes op. Juist. Ik ga weer even de handrem erop zetten. Nou, ik vind het weer een heerlijk ritje hoor. Ja, ik heb liever het eigenlijk in de dag eigenlijk. Overdag vind ik eigenlijk leuker om te rijden, maar dan zie je meer.
die reageren ook niet hoor. Er zijn er een paar die reageren. Die toeteren dan even vrolijk terug. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat niet doen. Dus ja. Hier is ook weer zo'n rustplekje. Die rijdt toevallig weer iemand. Het heeft echt lang geduurd voordat we weer iemand zagen. Want... Zo, dat heeft lang geduurd voordat we weer iemand zagen. Ja, komt Rob. De ene keer dan zie je er heel veel en de andere keer zie je bijna niemand. Helemaal. Oh, dan moeten we hier weer, moeten we hier weer op de goede weg terechtkomen. Zo.
Ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Wie zet er ook als een paal neer vlak naast dat ding? Het is hier als een smal. Hier ook gelijk eventjes zoveel mogelijk proberen juist gas terug te nemen. Het zijn echt hele vervelende bochtjes zijn hier te vinden. Dus hele vervelende bochtjes. Hele vervelende bochtjes. Zurich ontdekt. Zurich. Nou, kom op. Schiet eens op groen, jongens. Schiet eens op groen, juist. En weer een DAF dealer ontdekt. Nou, dat is voor mij de DAF, hè? Die weet ik natuurlijk. En laten we nog wel een keer kijken voor een andere truc. Oh, moet ik trouwens die hebben. Oh, nou, dan ga ik er voorbij, hoor. Dag, het interesseert me helemaal niet. Dadelijk links zitten. Kijk, hier is dan ineens weer drukker, hè? Oh, hey, hier kan ik. Hier heb ik dus. Hoppa! Ting, 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 ting. Nou! Toch weer lekker hoor, jongens. Toch weer lekker, hè? We hebben er weer wat geld bij, jongens. Ik ga eventjes een lekkere glas... Koude sinaasappelsap. Heerlijk. Ja. Dat is lekker. Koude sinaasappelsapje erbij. Lekker hoor jongens. We gaan even kijken. We gaan naar de arbeidsmarkt. Ja, we even kijken bij externe contacten. En dan zijn we dus in Zurich zijn we. Kunnen we nog een vrachtje terug doen of zo? Ergens naartoe. Oh, Italië, jongens. Voor mij ben ik daar nog nooit geweest, joh. Italië. Ik ben voor mij nog niet in Italië geweest met mijn spel.
Dus dat zou wel echt wel even lekker wezen. Het wordt wel slecht betaald. Dat wel, maar 3500. Kijk, maar ja. Het is toch. Het is maar 498 kilometer. 7 uur en 34 minuten. Maar ja, ik vind het toch leuk. Ik ben nog helemaal niet in Italië geweest. Dus dat vind ik wel echt heel erg leuk om te doen. Dus we gaan even lekker naar Italië. Laten we dat maar eens even doen. Oké. Oh, ik moet het wel ergens anders ophalen. Waar kijk ik er nou naar uit? Kijk waar ik eruit moet hoor. Ik moet er. Hier kijk ik er in ieder geval niet uit, dus ik moet hier even draaien. Waar kan ik eruit? Daar kan ik eruit. Zo, ik moet wel even 11 kilometer rijden. Om een vrachtje op te pikken. Maar goed, dat heb ik er wel voor over. Een ritje Italië vind ik natuurlijk wel leuk. Ik hou wel van een ritje Italië. Staat naar groen? Ja, dat gaat goed. Oh, ik ga door het rood heen. Oh, nou ja, goed. Jullie hebben dat niet gezien, hè? Jullie hebben dat niet gezien, hè? Dat was stiekem deed. Zal ik het hier goed maken? Ga ik hier weer netjes afremmen. Ja. Ja, wel leuk. Een ritje Italië, jongens. Ben ik nog nooit geweest in het spel Italië. Dus dat vind ik wel. Ja, dat vind ik wel leuk. Een keertje om dat te doen. Italië. Er zit er ook alweer eentje achter me. Zo'n koekenbakken. Bij dit bedrijf even de lading even aanpikken. Even kijken, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Oh, hier ook. Daar is mijn daar is mijn lading. We gaan naar Italië. Italia. Ik doe altijd even zo, dat vind ik makkelijker. Gaan we nou krijgen? Dan zegt hij net dat ik goed sta en nu sta ik weer niet goed.
Nee, niet die. Moet ik die hebben? Oh, nou moet ik die hebben. Sorry hoor, ik weet niet dat je boos werd. Nee, wacht even, draaien. Nee, draaien. Dat je zo gaan rijden. Ik haal mijn motor ook nog een keer uit. Nee. Wacht even, jongens. Nee, wacht even. Even kijken. Sorry hoor, ik weet niet dat je boos werd. Die kant op. ...499 kilometer. Ik vond het gewoon een keer leuk om naar Italië te gaan. Daar ben ik nog helemaal niet geweest. Dat vond ik wel eens leuk, Italië. Dit is een keer wat anders. Op. Te hard. Dan maar geen gas meer geven en draaien met je hap. Kijk, want dan gaat het wel goed. Dan gaat het wel goed komen. Nou, misschien is appelsap het op, jongens. Heerlijk. Lekker hoor. Ik vind het heerlijk. Ai, dat dacht ik al, hè. Het kan natuurlijk niet goed blijven gaan, hè, natuurlijk. Krappe rotbochies.
er eentje weer de weg op thuis, hoor. Ja, die bocht is echt super irritant, Roel. Ja. Nee, dat weet ik ook niet, Ramon, dat weet ik ook niet, Rob, of dat Ramon er nog is. Ik denk het niet. Ik denk dat hij al weg is. Klinkt ook zo lekker rollen, hè? Ja, ja, er is geen bananen. Oei, er is geen bananen vandaag.
Ja, blijft een heerlijk spel dit, jongens. Ik zeg het niet gauw, maar dit spel, jongens, is echt een aanrader. Zwaarlamp uitgezet. Ik heb daar toch niet echt veel nut, dus. Kijk eens, jongens, prachtig. Kijk dat het een landschap is. Oh, wat mooi. Wat een mooi landschap, jongens. He? Hey Martijn, goeie avond. Hallo. Er zit er eentje vlak bovenop me. Haal me in of rij voorbij. Want dit is echt irritant, vind ik altijd. Als mensen vlak achter je op je lip gaan zitten, vind ik echt irritant. Ja, hij neemt nou eigenlijk een beetje afstand van me. En we gaan de grens over, jongens. De Zwitserse grens gaan we voorbij en we zitten zo in Italië. Ja, ja, Italië. Nu zijn we in Italië. Hoppakee, zo makkelijk gaat dat. Ja, was ik nog nooit geweest in dit spel, dus ik had zoiets van ja, het is wel even een leuk keertje. Italië is altijd wel leuk. €10 tol. Nou, oh, ik ga verkeerd, jongens. Oh, ik ga verkeerd.
Even mijn ruitenwissers even al zeggen, jongen. Want het is echt irritant. Zo. Zo, mijn ruitenwissers even al. Hoppakee. Ik rijd veel te hard, hè. Ik moet echt afleren om wat harder rijden. Dat levert alleen maar schade op. Dat is gewoon zonde.
Ja, jongens. Italië ziet er ook wel mooi uit, hoor. Spel. Ik ben één keer in Italië geweest. Best mooi. Torino. Turijn ontdekt, jongens. Hoppa, Turijn. Ja, goed bezig, hè? Het verkeerde genomen. Oh. Oh, ik heb het verkeerde bocht genomen. Oh, chips. Moet ik hem draaien? Nee, dat gaat bijna niet. Gaat het wel. Ja, dag. Koekenbakken. Tom op Bulgaren. Idioot. De hele tijd zie je niemand en komt er zo'n koekenbakker die komt een beetje interessant doen. Zo. Hoppakee. Even kijken wat de vrachten van het huidige bedrijf zijn. Verona. Dat is ook Italië. 5:28. Oké dan. Ja.
pakken we Vrona er ook nog even bij. Vind ik ook wel leuk. Oh, daar heb ik net niet naar gekeken, Rob. Even mijn checkie draaien voor onderweg. Even de vracht ophalen. Waar staat de vracht? Die vracht is het. Ja, ik kan nog wel even naar Milaan gewild of zo, maar stond er toevallig net niet op. Nou jongens, 346 kilometer. Het regent inmiddels niet meer. Nog even naar Milaan of zo. Vond ik ook wel, vind ik ook leuk naar een tour in Italië. Hè? Had ik dat wel even leuk gevonden.
Oh, hier hebben we weer een benzinepompje. Hier heb je weer een benzinepompje. Zo, gaan we gelijk even de tank even vol. Ja, 6,90. Nou, ja, 690 euro. Ja, ik vind het best. Ik vind het helemaal best. Ik vind het helemaal mooi. Waar ik nu zit. Jeetje. Nou, dan kan ik even moeten stoppen. Dat ik even moet stoppen. Dan kan ik precies zien waar ik ben namelijk. Kijk, hier zo. Zo. En we zijn nu, kijken we even op de wereldkaart. We zitten nu, hier zitten we nu. Zie je, we zijn van Turijn. Gaan we langzaam naar, door Milaan heen. Oh, we gaan toch door Milaan heen. En dan gaan we naar Verona. Oh, Venetië staat er ook op, joh. Grappig. Nou, misschien gaan we nog wel eventjes door Milaan dadelijk heen rijden op de terugweg. Vind ik wel even heel erg leuk. Nou, dit is wat we allemaal al gereden hebben. Dat gele, dat is eigenlijk wat we allemaal al gereden hebben. Kijk, we zijn, die plaatsen zijn we allemaal al geweest al. Ciro in Engeland. Nederland, in België zijn we hier geweest en moeten nog een keer naar Reims, moeten nog een keertje. Daar ben ik nog nooit geweest. We moeten ook nog een keer richting Stuttgart en zo, dat is ook nog wel leuk. En Praag zijn we nog niet geweest. En we zouden eigenlijk toch nog hier, zouden we nog een keer naar Aalborg moeten en Göteborg. En ja... Hier zijn we nog niet geweest, hè? In de buurt van Stockholm en zo. Dat hebben we ook nog niet gedaan. Dus we hebben in ieder geval voorlopig hebben we nog genoeg plekken waar we naartoe kunnen. Kijk, hier zijn we dus ook nog niet geweest. München zijn we nog niet geweest. Praag zijn we nog niet geweest. Wenen zijn we nog niet geweest. Krakau zijn we nog niet geweest. Budapest zijn we nog niet geweest. Dus ja. Maar dat gele, dat hebben we dus allemaal al gereden. Ja, ja, ik heb nog even een binnenlandse route. Ik kan nog even een binnenlandse route even doen. Maar dat gele, dat hebben we dus allemaal al gereden al een keertje, hè.
Hoi. Had er geen zin in. Hebben we nog te rijden. Ja, daar moet ik nog naartoe, ja. Ja. Het is ook eigenlijk een oneindig spel, hè. Het is niet een spel wat je uit kan spelen, zeg maar. Het is gewoon, ja. Eindeloos spel is het eigenlijk. Dat vind ik eigenlijk ook wel leuk, eigenlijk ook, hoor. Dit spel is eigenlijk het hoofddoel eigenlijk van dit spel is om alles wat je hebt, zeg maar, ja, grijs te kleuren of geel te kleuren. Dus alle plekken rijden waar je ja, alle plekken komen waar je kan zijn. Dat is eigenlijk het hoofddoel van het spel eigenlijk.
gaat hij van de weg af, draait hij weer de weg op. Wat wil hij nou precies? Wat wil hij nou precies? Vraag me dan altijd af. Nou, dan gaat hij hier af. Doei. Ik vind het toch wel weer een paar lekkere rondjes hoor hier, oh jongens. We zijn weer echt op plekken geweest waar we nog nooit eerder waren geweest. Ik hou daar wel van. Oh. Hoppakee. Verona ontdekt, jongens. Hoppakee. Oh, we gaan te ver, we gaan te ver. Ik ga achteruit. Is daar zo. Waar moet hier wezen? Waar moet hier wezen?
volgens mij niet. Ja, wel. Hop, en gras erop. Huppakee. En de geld erbij. Hoeveel geld hebben we nu? Oké, nou, we hebben wel aardig wat geld. We hebben wel aardig wat, wat poen hebben we weer. Dus even kijken hoor. Kijk wat we... Oh, dat gaat niet. Dat gaat niet wat ik wou. Dit is natuurlijk met onze trailer zitten we vast. Doe maar even zo. Hop. Kijk of dat hij nog wat een ander leuk vrachtje hebt voor ons. Doe nog één lekker één groot vrachtje en dan ja, liefst eigenlijk op een plek waar we nog niet geweest zijn. Dat is natuurlijk het leukste. Wat hebt hij allemaal, jongens? Ik ben blij, maar ja, daar ben ik ook wel een keer geweest. Genève. Ben ik daar al geweest, jongens? Genève. Volgens mij ben ik daar al een keer geweest, toch? Wacht even kijken. Even kijken, jongens. Oh. Zet hem nou eens even op. Even kijken, de wereldkaart. Nee, Genève zijn we nog niet geweest, jongens. Kijk, Genève ligt hier. Oh. Dat is 637 kilometer. Die zouden we wel even kunnen doen. Gaan we die wel even pakken. Genève. Vind ik wel leuk. Daar zijn we nog niet geweest. Genève. Genève gaan we heen, Rob. We gaan naar Genève. Genève. Nou, de trailer staat klaar. Oh, wel even een mantel eraf halen. Ga ik wel redden, hè? Ja, makkelijk. Oh, moet ik wel eventjes draaien. Waar staat onze vracht? Daar staat onze vracht. Zie je? Daar staat onze vracht. Die we moeten vervoeren. Homa. Ja, koppelen met faam. Nou, dan gaan we naar Genève. Ja. Reis van 637 kilometer.
Gaan we goed komen, gaan we goed komen. Of deze of deze bekende. Onderweg jongens, heerlijk. Thank you.
Heerlijk hoor jongens, lekker zo rijden. Ik vind het echt hartstikke lekker om zo lekker met rietjes te rijden. Dan komen weer een paar vrachtwagens de weg op. Zo, dan brengt de schutter daar zo, ik weet niet wat hij aan het doen is. Wat is die nou aan het doen joh? Een of andere brokkiepiloot die daar rijdt. Dat kan ik niet, nee, daar kan ik niet in rijden. Ik zie die niet meer terugrijden. Te letten. Zo. Stop hem maar. Hoppa. Waar ik op drukte, maar ik drukte verkeerd volgens mij. Dat kan je zien in mijn navigatie. Kijk, 442, 441, daar kan je het aantal kilometers zien op. Dat moet hier af nou. Denk ik. Ja, dat moet hier af. Even wat kilometer terugnemen. Nog meer, nog meer. Nog meer. Zo, hop, kijk. Nou, dan weer een rotondetje dadelijk, gezellig. Hij is een beetje te hard gereden. Oh, dat zie je niet zo goed. Oké.
Ja, dat zie je in de, op de TomTom zie je dat staan. Helemaal bovenaan. Linksboven zie je al, hoe hard ik rij. 55 km per uur. En dan zie je vrijdag 17:37. Dat is de aankomsttijd. En dan daarnaast zie je het aantal kilometers. Inderdaad, hoor.
auto. Hoppakee. Zo, wat een herrie, joh. Ja, hè? Ja, dat is echt fijn is dat. Zo, hoppakee, en dan gaat hij weer open. Even een stopje drinken nemen. Zo. Gaan we alweer naar Frankrijk, jongens. We zitten alweer in Frankrijk. We zijn Italië weer uit. Nou, als we nog niet genoeg tol betaald hebben, kijk voor mij weer jou, hè, weer een tol. Weer tol betalen. Jee. Je betaalt je wel blauw aan de tol hier, jongens. Nou, je moet het betalen, gelukkig. Dat scheelt. Was dat nu op bankroet geweest?
Ja, klopt. Klopt, ja, dan moet je voor betalen. Alleen dit tolplaatsje was weer gratis. Hoefde ik niet te betalen. Maar dat klopt inderdaad, ja. Dat kost allemaal geld. Je kunt dus ook meerdere vrachtwagens kopen en ook dan mensen voor je laten rijden. Dan kan je misschien bijvoorbeeld nog een truck kan je dan kopen. Dan zeg maar nog een truck kopen en dan kan je personeel in dienst nemen om dat was dat wat ik er net liet zien van dat ik een ding vrijgespeeld had waar je dus mensen kan charteren om voor je te rijden. Maar ja, dan moet ik eerst een tweede truck kopen. Geneve staat er al op. Ik zag Geneve al staan. Oh, hier komen we weer in een gebied waar we nog niet eerder gereden hadden. Kijk, zie je, hier wordt de kaart weer geler. Hier krijg je weer zo'n tolpoortje. €77. Thank you.
zitten alweer bij de Frans-Zwitserse grens. En we zitten in Zwitserland. Yep, en ik heb Genève ontdekt. Maar hier zit ik helemaal naast, of niet? Nee, nou zo. Nou zit ik er. Hop, en weer wat leveltjes erbij. Hop, en een level verder, jongens. Level 13 al. Huppakee. Lekker hoor jongens. Lekker. Oké. Chat terughalen. Hoe deed ik dat? Met mijn chat. Zo. Ja, dat gaat zeker lekker. Wat hebben ze nog meer allemaal voor dingen? Oh, ik kan nog eventjes just in time regelen. Belangrijk leveren. Dringende leveringen ontgrendeld. 6% hogere lonen, 3% toename, 10% hogere beloning voor het voltooien van een dringende levering en 30% ervaringsbonus voor het voltooien van een dringende levering. Kijk jongens, dat moeten we ook weer een beetje omhoog allemaal krijgen. Hè? Dat is ook belangrijk. Nou, dit is niet allemaal echt heel erg veel, hè?
Dat is maar een kilometer of 236. Die is 201. En die is 500. 585. 585. Dat is ook wel een lekkere. Maar we gaan even een kleintje doen hoor. Want ik ga er zo ook mee stoppen. Ik heb het eigenlijk wel weer een beetje gehad, hè. Dus we gaan even die van 6. Van Genève naar Lyon. Gaan we even doen. Opdracht starten. Die. Huppakee. Die gaan we er even doen. En dan kap ik er echt mee. De laatste rit, jongens. De laatste rit van vandaag. Oh, maar van de handrem eraf halen. Dan 2 kilometer, dat is nog wel even te doen. Dus dan doen we dan nog eventjes en dan komt maar weer iemand anders zo. Doen we in de auto. Ja, ga even weg. Je staat gigantisch in de weg met je autootje. Dag, trek de weg. En Frankrijk. In Frankrijk zitten we, jongens. In Frankrijk. Ja. Nog wat koeken bakken. Nee, deze is nog wel te doen.
Die gaan wel heel erg hard. Die gaan wel heel hard, hè? Die gaan wel heel hard. Die gaat te hard, die gaat te hard. Die gaat te hard. Kut, sorry. Shit. Dat is balen. Dat is die. Oké, nou, je kan er een grote toeter op laten zetten. Dat is ook leuk. Grappig. Nee, die andere is nog maar. Moet ik maar even level 18 wezen. Voor een iets grotere. Voor een iets grotere. Ik heb wel een grotere klakson erop gezet. Nou, jongens. Ik heb een grotere klakson erop gezet. Vind ik wel leuk even om te doen. Even leuk. Even een extra klaksontje erop. Hoor eens, hij. Hoor eens de keer. Hoor hem eens de keer aan die baby. Mooia. Oh, dan ben ik mijn trailer ook gelijk kwijt. Dus, laten we er dan maar mee, ophouden, jongens. Dit was weer even Eurotruck Simulator. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Laat even een duimpje achter voor degene op YouTube. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuw video livestream is. En dan zou ik zeggen, jongens, tot de volgende livestream hier op Twitch. En ik spreek jullie allemaal. Bye bye. Hoi.